Dit programma wordt u aangeboden door Alfa Deuren Zuidwest, uw partner in garage en bedrijfsdeuren. This is my house. Whose house? My house. Whose house? My court. My house. This is whose team? My team. Whose team? My dream. My team. This is whose house? My house. Whose house? My court. My house. This is whose team? My team. Whose team? My dream. My team. 'Cause I'm the first one in the gym, last one out the gym. Right. So when it's game time, baby, I expect to win. When I don't, everybody like, where you been? I'm in the sky so high, no oxygen. It's a bird, it's a plane, no, it's Dwight Howard. Touch the cloud, make it rain like you just showered. I got 1 hour just to go hard. I go home, I go hard, then go home. I'm no coward. This is my house, my court, my team, my park, my heart, my life, my dream. I got one shot, four fouls, one tap. Clock still ticking and there's no timeouts left. I paint the picture like Sony if you want water. Picture Kobe shooting shots in the fourth quarter. I cross over like AI. May I please be voted most valuable player? This is my house. Whose house? My house. Whose house? My court. My house. This is whose team? My team. Whose team? My dream. My team. This is whose house? My house. Whose house? My court. My house. This is whose team? My team. Whose team? My dream. My team. The clock still ticking. Who the next Jordan? Who not scared when Shaq coming up towards him? Who guards him? Who scores the most often? Dwayne Wade, MIA, the heat scorching. This is more than a game, it's a lifestyle. For my team, I can say that it's worthwhile. Got the coach on a bench like he's been graded. Please call to his French, he is so crazy. I ball like Chris Paul, I brawl like I'm ready for liftoff. I'm alright, I score like Paul Pierce. Rutger de Velde, gefeliciteerd met een prachtige 29-21 overwinning op 1-0. Die hadden we hard nodig. En jij hebt er wel aan bijgedragen, hè? Topscorer met 10 doelpunten, hoorde ik net. Ja, de topscorer zijn is altijd leuk, maar deze wedstrijd die was zo belangrijk voor ons. Ik bedoel, pak je hem niet, dan loop je een hele mooie nakompetitie mis. En dat is wat wij niet verdienen. We verdienen dit jaar nog een paar mooie wedstrijden en dat willen we in de bovenste competitie doen. Ja, nou en als jullie spelen zoals vanavond, is dat niet meer dan terecht. Hè? Want het ging heel lekker, het zag er goed uit. Ja, het ging heel lekker. De dekking stond goed dicht. En de aanval draaide mooi, maar waardoor we uit de dekking mooi veel snelle tegenaanvallen konden doen. En dat maakte uiteindelijk het verschil, denk ik. Ja, en het fanatisme droop er vanaf. Ja, ik kan me hier langs de zijlijn een bal herinneren waar je tussen drie man door en je weet hem nog te pakken te krijgen. Ja, echt fantastisch, hè? Ja, precies. Je moet gewoon voor elke bal willen vechten, dan weer wedstrijden. En dat heeft iedereen vandaag gedaan. Ja, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Jullie zijn er nog niet natuurlijk. Volgende week tegen oude bekende van jou, Swift in Arnhem. Wil je helemaal zeker zijn, moet die ook gewonnen worden. Wij gaan die niet verliezen. Echt niet. Kijk, dat is de juiste mentaliteit. Oké. Hey, dankjewel dat je voor de camera wilde komen zo snel. En kom op volgende week. En nogmaals, van harte gefeliciteerd, hè. Dankjewel. Gefeliciteerd met een prachtige 29-21 overwinning op 1-0. Weer een stapje verder. En leuk dat je blijft. Om maar gelijk even met de deur in huis te vallen. Ja, ik moet zeggen, daar ben ik zelf ook wel heel blij mee, hoor. Dus dat is wederzijds, zeg maar. Nou, fijn. Goed om te horen. Dan gaan we naar de wedstrijd. Dat ging hartstikke lekker, hè? Jullie speelden echt goed. Jawel. Over 60 minuten moeten we hartstikke tevreden zijn. De dekking was potdicht en ik moet zeggen, we hebben onze beste wedstrijd van het seizoen gespeeld. Dat vind ik echt. Op heel veel fronten, vooral dekking, ja, eigenlijk, ja. Ja, het stond inderdaad als een huis en als ze er dan erdoor kwamen, nou, had jij hem ook nog wel eens regelmatig. Dus dat zijn de wedstrijden om te spelen, hè. Maar goed, jullie zijn er nog niet. Volgende week naar Arnhem tegen Swift, wil jij helemaal zeker zijn. Quintus is nog aan het spelen, maar staat voor, heb ik begrepen. Heel dik voor. Dus dan moet er volgende week ook gewoon gewonnen worden. Ja,
In principe is volgende week weer net zo belangrijk als deze week. Dus we zullen vanavond ervan genieten. En vanaf dinsdag gaat de knop weer om naar Zwift toe. Want die is dan eigenlijk minimaal zo belangrijk als deze wedstrijd. Ja, precies. En dan wel uit. Maar we gaan proberen met een heleboel mensen mee te komen om jullie weer aan te moedigen. Bedankt dat je voor de camera wilde komen. En hartstikke veel succes volgende week alvast. En gefeliciteerd nog, hè. Ja. Doe je best. Thanks. We gaan het zien volgende week, hè. Oké, dankjewel. Ja, hallo. Hans, nou, eitje. Nee, helemaal geen eitje, maar we hebben echt een hele goede wedstrijd gespeeld vandaag. Absoluut. Ja, het is denk ik de beste wedstrijd van het seizoen. Tenminste, voor zover ik kan beoordelen. 29-21 tegen ENO. Prachtige overwinning. Ja, dat is gewoon fantastisch. We hebben het de hele week gehad over belonen. We hebben natuurlijk sowieso al een mooi seizoen. En ongeacht het begin van het seizoen hadden we wat geluk aan onze kant. Nu zaten we wat tegen. En als je dan na zo'n week als de groep er zoiets op de mat legt. Zo'n beloning voor zichzelf geven met zoveel passie als hele team. Daar ben ik daar gewoon super trots op. Want dat is echt, dat moet je niet onderschatten dat het best knap is wat ze vandaag gedaan hebben. Want iedereen weet, twee wedstrijden, je moet eigenlijk alle twee winnen. Dan komt 1-0 op bezoek, gerenommeerde ploeg. En als je dan met 29-21 wint, dan ben ik daar trots op. Ja, en ja, de wil om te winnen zat er gewoon ook echt in. Hè? Als je kijkt naar Rutger hier aan de zijkant, tussen drie man door, over de grond heen. En hij heeft die bal nog. Ja, dat is willen winnen, hè? Ja, dat is willen winnen. Dat is strijd. Dat is over mijn lijk. Dat is als teamgeest. Ik zag dat meerdere doen. En als je ziet hoe de week gegaan is en als je ziet als dit de beloning is, dan fantastisch. Ja, en dan begint de handbal toch bij verdedigen, hè? Want het stond als een huis daar, daarachter. Ja, dat klopt. Dat is, verdedigen is natuurlijk heel veel energie leveren en goed aan je taak houden. En we weten dat we heel goed kunnen verdedigen, maar we moeten wel kloppen en dan moet je wel alles geven. En als het zoals vandaag is, je geeft alles, ja, dan kunnen we ook van onze snelheid gebruik maken. En dan spelen we gewoon een heel goed spelletje in de dekking, absoluut. En je zei het zelf net al, ja, we zijn er nog niet, want volgende week is Zwift. Quintus wint waarschijnlijk van Aristos. Wat verwacht je daar in Arnhem? Ja, dat we twee punten naar huis gaan brengen. Dat is de opdracht natuurlijk. En Zwift uit is helemaal geen makkelijke tegenstander. En we gaan nu eens genieten van vanavond, van de topprestatie die we geleverd hebben. Morgen ook nog een beetje. En dan gaat maandag, dinsdag de knop weer om. En dan gaan we weer toewerken naar Zwift. En we weten één ding. Als we twee keer 30 minuten alles geven en we winnen, dan zijn we geplaatst. En we zijn niet afhankelijk van anderen. We hebben het zelf in eigen hand. En dat is een hele mooie uitgangssituatie. En ik heb blind vertrouwen in onze groep en als we alles weer geven, dan heb ik ook vertrouwen dat we die punten gaan pakken. Oké, nou Hans, heel erg veel succes ermee volgende week. We gaan ervoor. Nu inderdaad nog even lekker genieten, want buiten het feit dat we gewonnen hebben, het was sowieso een heerlijke handbalwedstrijd om naar te kijken en reclame voor de handbalsport. Ja, vond ik ook. Vond ook het publiek wat vond ik fantastisch. Vond ook best onze kritisch op de scheidsrechters, maar degene die vandaag gefloten hebben, vond ik keurig fluiten. Goed fluiten zelfs in de geest van de wedstrijd. En we hebben gewoon een goede wedstrijd gespeeld. We gaan genieten en dan gaan we volgende week zaterdag gaan we nog één keer en alles geven. Ik hoop dat vanuit Houten heel veel mensen komen, want de support wat je hebt vandaag is wel fantastisch hoor, dat helpt wel. Oké, nou mensen, luister naar deze oproep. Kom allemaal naar Arnhem toe om het team aan te moedigen. Hans, dankjewel. En ik spreek je volgende week. Ja. Oké, dag. Doei, doei.